Goedenavond. Het gaat wel degelijk om Gino van der Straten. Het lichaam dat vanmorgen in de Nederlandse gemeente Geleen is gevonden, vlakbij de grens met ons land, is van de jongen van 9. Dat heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt. Het lichaam lag in de buurt van een woning die enkele weken geleden is uitgebrand. Sinds woensdagavond was Gino van der Straten vermist nadat hij was gaan voetballen in Kerkrade, waar hij logeerde bij zijn oudere zus. Gistermiddag kwam de politie dan een verdachte op het spoor. Het gaat om een man van 22 uit Geleen die al bekend was bij politie en gerecht. Maar over zijn gerechtelijk verleden wil de politie geen commentaar geven. Op aanwijzing van de verdachte hebben we vanmorgen een lichaam gevonden. Ik kan inmiddels bevestigen dat dit inderdaad het lichaam van Gino is. We kunnen in ieder geval zeggen dat we hebben geconstateerd dat Gino mee is gegaan met de verdachte. En hoe alles daarna is verlopen kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Ja, nu gaan we naar Caroline van den Bergen in Geleen. Caroline, ja, Gino is woensdagavond verdwenen. Weet jij wat er zich in die tussentijd heeft afgespeeld? Ja, Hanne, daar is eigenlijk nog niet zo heel veel over bekend, want de politie maakt nu die reconstructie enerzijds op basis van het verhoor van de verdachte en anderzijds ook op basis van eigen onderzoek, bijvoorbeeld het spooronderzoek hier ter plaatse. Het enige wat de politie wou meegeven is dat Gino is meegegaan met die man, maar hoe dat is gebeurd, heeft die man Gino meegelokt, is daar geweld gebruikt, wanneer zijn ze hier precies in Geleen aangekomen en hoe is Gino om het leven gebracht? Dat alles is nog helemaal niet duidelijk. Er moet ook nog een autopsie gebeuren op het lichaam van de kleine jongen om uit te maken hoe hij precies om het leven is gekomen, Hanne. Je zegt het, er is een verdachte die is vannacht opgepakt in zijn woning. Wat weet je nog meer over hem, Caroline? Ja, het klopt dus inderdaad dat die verdachte hier ook in de buurt woont. Hij is inderdaad hier gearresteerd. Hij is 22 jaar, dat is nog vrij jong toch, maar hij heeft wel al een gerechtelijk verleden of staat toch bekend bij politie en justitie hier. Maar nog zijn advocaat, nog de politie willen iets zeggen over de eerdere feiten waarvoor hij dus in aanraking is gekomen met de politie. Daar moeten we dus nog even op wachten, op die duidelijkheid. Feit is wel, en dat is toch ook wel opmerkelijk dat we hier verhalen hoorden vandaag over een kinderlokker die hier in Geleen actief zou zijn. En de politie heeft voor die verdachte, die toen onbekend was, ook gewaarschuwd in maart. Er is toen een bericht verstuurd hier door de politie in de buurt dat mensen moesten uitkijken, want dat er een man zou actief zijn, dat was toch gemeld door bepaalde ouders, die kinderen zou willen meenemen. Nu, verschillende mensen, zoals ik zei, hebben ons hierover aangesproken vandaag, maar of er een verband bestaat tussen de verdwijning van Gino, de verdachte die daarvoor is opgepakt, en mogelijke eerdere feiten die in maart hier zijn gesignaleerd, ook dat is nog niet helemaal duidelijk, Hanne. Oké, dankjewel Caroline van den Bergen voor je uitleg bij de feiten die we tot nu toe weten. De partij Vooruit wil verhuurders stimuleren om hun woning energiezuinig te renoveren met een belastingvoordeel. De renovatiekosten zouden dan voor 150% fiscaal aftrekbaar zijn. Om dat te kunnen regelen, moeten verhuurders voortaan dan wel belast worden op hun werkelijke huurinkomsten in plaats van via het kadastraal inkomen. Met het voorstel willen de Vlaamse socialisten huurwoningen energiezuiniger maken en tegelijk de facturen voor huurders verlichten. Een verhuurder die vandaag isoleert en investeert in de renovatie, die is eigenlijk benadeeld. Want die krijgt daar geen winst op. Allee, bedoel, die heeft daar geen voordeel bij. Dus dat moet fiscaal gestimuleerd worden, ja, zegt u? We zeggen fors fiscaal gestimuleerd, zelfs met een booster. Dus als je zegt, ja, je hebt dan belastingen, je wilt dan dat je van die belastingen je kosten kan aftrekken, maar we zeggen, stel dat je 100 euro betaalt om de facturen voor de mensen, voor de huurders te verlagen, dan mag je daar 150 euro voor aftrekken. Op het Extrema Dance Festival in Houthalen is vandaag een tweede zeer gevaarlijke drugspil gevonden. Gisteren was er al de zogenoemde Mario Bros-pil, vandaag een Casa de Papel-pil. Op het festival geldt dit jaar een doorgedreven drugsbeleid met een speciaal drugslaboratorium waar onderschepte pillen meteen onderzocht worden.
Meer dan 20.000 mensen komen vandaag genieten. Het is de tweede dag al, maar gisteren is er bij een medische interventie een gevaarlijke pil onderschept. Het gaat om een Mario Bros-pil. We hebben een gespecialiseerd labo uit Spanje hier dat zeer actief is. Dat kan testen op verschillende drugssoorten. Heeft onmiddellijk vasgesteld dat dat een hoge waarde had aan MDMA. Is dus een pil met verhoogd gezondheidsrisico. De pil is meteen onderzocht in het labo. Dat is ondergebracht achter de schermen in de backstage. Daar testen ze op liefst 10.000 varianten aan drugs. Hebben jullie enig zicht op waar die geproduceerd is, waar die vandaan komt? Ja, dat weten we. Maar kan ik jammer genoeg niet meedelen. Ja. En is er kans dat er inderdaad nog meer van die pillen circuleren op dit moment? Die kans is natuurlijk wel reëel, maar daarvoor zijn wij ter plaatse om alles goed te monitoren. En we kunnen meteen schakelen met het lab. Vanmiddag is een andere gevaarlijke pil gevonden, een Casa del Papel-pil. Vorig jaar overleed een bezoeker door een cocktail met drugs. Extrema waarschuwt de festivalgangers meteen. En dan naar het Verenigd Koninkrijk, want daar zijn er vanavond overal verjaardagsconcerten ter ere van de Britse koningin Elisabeth, die 70 jaar op de troon zit. En prins William, prinses Kate en twee van hun kinderen, George en Charlotte, die bezochten vanmiddag Cardiff Castle in Wales, waar ze de repetitie bijwoonden voor het concert daar vanavond. En nadat hun ouders ze stonden hoe ze een orkest het best konden begeleiden, wel namen George en Charlotte al vlug het dirigeerstokje over om hun kunsten te laten zien. Het grootste verjaardagsconcert voor de Britse koningin vindt straks plaats in Londen, voor Buckingham Palace, waar verschillende artiesten, zoals onder meer Diana Ross en Elton John, zullen optreden voor maar liefst zo'n 22.000 toeschouwers. Iets anders dan niet Rusland, maar het Westen is verantwoordelijk voor de wereldwijde voedselproblemen. Dat zegt de Russische president Poetin. Door de oorlog in Oekraïne geraken graan en andere gewassen die er massaal geproduceerd worden het land maar moeilijk uit. Havens zijn ofwel in handen van de Russen gevallen, ofwel kunnen ze door het conflict niet worden gebruikt voor de export over zee. En dat leidt tot schaarste en een stijging van de prijzen. Bij ons, maar ook elders in de wereld. Niet onze schuld, zegt Poetin in een interview op de Russische televisie. Het is вообще никак не связано с какой военной операцией России на Донбассе. Не имеет к этому вообще никакого отношения. Но на следующий шаг, когда началась наша операция, европейские, американцы, американские партнеры, так называемые, они начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в этом секторе, и в продовольственном, и в секторе производства удобрений. En dan sport, tennis. De 21-jarige Poolse Iga Swiatek heeft Roland Garros gewonnen bij de vrouwen. Het is haar tweede eindzege daar. In de finale was Swiatek duidelijk beter dan Coco Gauff, dat is de Amerikaanse van 18. Het werd 6-1 en 6-3 in iets meer dan een uur. Swiatek beleeft een onwaarschijnlijk jaar, want dit was haar 35e opeenvolgende overwinning. Enkel Justine Henin deed ooit beter. Morgen spelen Rafael Nadal en Casper Ruud in Parijs de mannenfinale. En dan nog wielrennen. Arnaud Delis heeft de Heistse Pijl gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een sprint. Nisolo werd tweede, Cavendish derde. Voor Delis, pas 20 jaar, is het al zijn vijfde overwinning van het seizoen. Vorige week was hij ook al de beste in de grote prijs Marcel Kind. We eindigen dit journaal in Antwerpen, waar liefhebbers van kermissen hun hart weer kunnen ophalen. Want de Sinksefor is open. Na twee coronajaren is het weer volop kermis op Spoor Oost. En dat 5 weken lang, vlakbij het Sportpaleis. Meer dan 150 attracties en kramen zijn er te vinden, met ook heel wat nieuwe, sensationele attracties. Over een uur laten we het u allemaal meebeleven in ons journaal van 7 uur. Heel graag, tot dan!